In de voorbereiding op het nieuwe seizoen één opvallende, maar niet nieuwe naam in de selectie van PSV. Marcel Rietsmeijer. Hij keerde terug van een verhuurperiode bij Cambuur. Ik ben volwassener geworden en ik ga nu voor mijn kans. Heeft het jaar Cambuur jou echt een stap laten zetten? Of heb je daar zelf een stap in gezet? Ja, zeker. Ja, je kan natuurlijk nooit verwachten dat het zo goed loopt. Maar ik denk, ik heb mij kunnen bewijzen. En ik heb ook een heel aardig team om mij heen gehad. En ik heb ook heel veel gespeeld. Dat was denk ik ook het belangrijkste punt van die uitlening. En ik was er heel blij mee. Waar merk je dat nu aan in zo'n eerste trainingsweken? Ja, ik merk gewoon fysiek dat ik dat niveau aan kan. Rietsmeijer met links uithalen. Rietsmeijer doet dat en scoort! Rietsmeijer ging dus tijdelijk van Eindhoven naar Leeuwarden. Werd daar basisspeler. Handhaafde zich met Cambuur in de Eredivisie, wat een prestatie van formaat is. Nu heeft hij stappen gemaakt en is de tijd rijp om terug te keren. Ik heb gewoon 35 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld. En daar heb ik echt leren vechten. Met Cambuur, die zijn net gepromoveerd, dus dat was wel een mooi seizoen. Maar dat is voorbij. Ik ben nu hier bij PSV en ik moet me hier bewijzen. Dus, Dat fysieke aspect, hoe belangrijk is dat? Ja, zeker voor onze jonge spelers op zo'n niveau is dat denk ik heel belangrijk. Je moet natuurlijk heel veel voor doen. Je moet letten op wat je eet, ook in de krachttonk je oefeningen doen. En je moet niet bang zijn van duels te ingaan. Dus daar word je gewoon sterker van. En ook elke training gewoon 100% geven. En dan maak je wel stappen. Daarom schudde hij Marcel Brands in mei vol vertrouwen de hand. Het contract werd opengebroken en verlengd. Een blijk van waardering voor zijn prestaties in het seizoen met Cambuur. Op het trainingsveld in Bad Erlach laat Rietsmeijer zich gelden. De Oostenrijkse middenvelder weet precies wat hij wil. Ik wil basisspeler worden bij PSV. Dat is een goede ambitie. Ja, zeker. Zeker. Ja, ik ben er denk ik goed op weg. En we zullen zien wat de komend seizoen gaat gebeuren. Ja, want dat is de volgende vraag. Kan het? Ja, alles is mogelijk, denk ik. Wij zijn een heel jong team. En de concurrentie die heb je altijd te maken bij een topclub. Maar dat weet je van tevoren ook. En die strijd ga ik aan.